Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister Ramdien verduidelijkt recente deelname Suriname aan klimaattop. Integrale aanpak ontwateringsprobleem geraamd op $350 miljoen. KPS in startblokken voor parade en défilé. Minister Emmanuel bezoekt gemeenschappen boven Tapanahoni. En COVID blijft ernstig. Gotika Spoiti. Het is geen optie voor Suriname geweest om de 26e klimaattop in Glasgow, Schotland, niet bij te wonen. Vanwege het feit dat Suriname tot de weinige beboste landen behoort, is het van groot belang om op dit wereldforum aanwezig te zijn. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken schept hiermee duidelijkheid over de importantie van Surinames deelname aan de klimaattop. President Chandrika Persat Santokhi heeft bij deze gelegenheid op woensdag 2 november Surinames standpunt met betrekking tot de klimaatverandering kenbaar gemaakt. Wij spraken minister Ramdien. Ik wilde eigenlijk toch wel even ingaan op hetgeen gisteren in de Nationale Assemblee is gezegd, met veel emotie, door bepaalde personen omtrent onze aanwezigheid op COP26, de klimaattop van de Verenigde Naties. Laat me beginnen te zeggen, niet aanwezig zijn is sowieso niet een optie voor een serieus land met zoveel nadrukkelijk zoveel belangstelling in de wereld, omdat wij het enige land zijn met 93% van het land dat bebost is. Dat we carbon negatief zijn, dus we produceren minder CO2 dan we gebruiken. Wij zijn negatief. Er zijn maar 3 landen in de wereld die carbon negatief zijn. Bhutan, Panama en Suriname. Dus met dat soort duidelijke sterke punten op een stuk van milieu is niet aanwezig zijn op zo'n klimaattop geen optie. Suriname moest er zijn. Ik ben in 2015 zelf bij de klimaattop in Parijs geweest, toen het zogenaamde Parijsakkoord, de Parijsovereenkomst, werd ondertekend. En uiteindelijk, door omstandigheden die ik niet verder wil op ingaan, was ik degene die de toespraak namens Suriname gehouden heb. Dat was het niveau. Het was meer op een ambassadeursniveau gedaan. Je hebt nog een minister, je hebt nog een vicepresident en nog een president erboven. Die waren er niet. Nu waren we daar met de president. En ik vind het daarom zo vreemd dat men zo veel commentaar heeft op de aanwezigheid van de president waar hij het land uitdraagt. Ik zeg dit niet omdat wij onderdeel zijn van deze regering. Ik zeg dit gewoon omdat we als Surinamer trots moeten zijn dat het land uitgedragen kan worden door een president die geaccepteerd is in de wereld. En ook verwelkomd wordt. En dan hoor je verhalen over hij voor een halve zaal of een lege zaal gesproken. Absoluut niet waar. Die zaal is zo groot omdat het 144 landen moet bestrijken. Dus het enige moment waarop sprekers een volle zaal voor zich hadden, was in wat we noemen de plenaire, wanneer de algemene setting er is, waarbij iedereen aanwezig is. En dat was maar een uurtje. Daar hebben een aantal premiers gesproken, een aantal secretaris-generaals van organisaties, en dat was het. Daarna, niet alleen Suriname, maar alle andere landen, werden verdeeld over 2 zalen. Dus er is een lijst gemaakt van deze landen praten in zaal 1, deze landen praten in zaal 2. Dus je mag zelf kiezen waar je naartoe gaat. Wij hebben ook gekozen als land af en toe. Van ik wil liever luisteren naar die of ik wil liever luisteren naar die. Dus automatisch gaat de zaal voor de helft leeg zijn. En omdat het zo groot is, lijkt het nog erger misschien omdat de mensen verspreid zitten. Dus, maar dat dat een argument wordt om te zeggen alsof het een zwakte was,
ik vind dat erg kinderachtig. Maar ook eigenlijk aangeven hoe ver men staat van het internationale gebeuren. Misschien het belangrijkste is onze entree op die internationale platform weer gestalte te geven. Dat moet tellen. En we gaan daar allemaal profijt van hebben. Dus men moet ophouden met dat soort dingen. Dat is niet goed voor Suriname. Om de ontwateringsproblematiek in Suriname landelijk aan te pakken, is $350 miljoen nodig. Zo is door het ministerie van Openbare Werken uitgerekend. Het departement heeft reeds enkele financieringsmodellen in gedachten. In dit kader zijn er voorstellen gedaan aan de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbank. Daarnaast rekent minister Riyad Noor Mohammed op steun van het parlement wanneer het gaat om de begroting van zijn ministerie. Hij zegt dat de samenleving alert moet blijven voor de komende regenperiode. Hij roept alvast op om maatregelen te treffen. Binnenkort hebben we weer, eigenlijk is de regen al begonnen. In feite maken we mee wat vorig jaar gebeurd is. Het heeft een beetje constant gaan regen. We hebben niet echt droge periode gehad. Dus rond december, als het zo door blijft regenen, garanderen wij dat de kanalen in elk geval schoon zijn, zodat water makkelijker kan wegstromen. Maar wij zijn niet ingeslaagd serieus heel veel pompen en sluizen te vervangen, te vernieuwen. Dus we gaan een probleem hebben landelijk. Dus de mensen moeten voorbereid zijn daarop. Neem de laagliggende gebieden, Wintiwai, we hebben daar niets kunnen doen. We hebben wel de kanalen opgehaald en dat is praktisch nog gaande. U zit in verschillende buurten, is de pokline nog bezig om werkzaamheden uit te voeren op buurtniveau in Paramaribo, Wanica. Ook de wegen gaan we langzaam proberen te herstellen waar dat nog niet gebeurd is. Maar voor de komende regenperiode en volgend jaar moeten we wel allemaal alert blijven en maatregelen treffen. Omdat als het harder dan normaal regent, dan zijn we daarvoor niet standby en ready. We gaan dus weer moeten dealen daarmee. Want we hebben de simpele dingen nog niet kunnen vervangen. Daar is natuurlijk heel veel budget voor nodig. Het is niet 10 miljoen of 20 miljoen SAD, het zijn miljoenen. Omdat we dat weten, dat die uit de begroting niet haalt, zijn we al begonnen om te kijken hoe wij aanbestedingen kunnen houden waarbij wij crisisperiodes gaan krijgen. Dus volgend jaar gaan we als ministerie beslissen hoe we met andere financieringsmodellen het ontwateringsvraagstuk in heel Suriname kunnen gaan oplossen. Want met die begroting red ik het niet. En het parlement moet helpen, maar die gillen. Dus dat is een beetje lastig. Die moeten helpen om, en niet mee uitschelden, die moeten helpen met voorstellen te komen. Van hoe kan het wel? Maar ik heb wel een idee hoe ik het kan oplossen. De internationale steun heb ik ook gevraagd. Ik heb hier de IDB en de Wereldbank gehad en ik heb ze dat als eerste voorgehouden van jullie moeten helpen. We hebben de voorstellen zwart-wit op papier al gestuurd. U heeft ook gezien dat vanuit het ministerie van Financiën, de IDB, Wereldbank en de IMF, laat IMF even, gaan ondersteunen met middelen via het ministerie van Financiën. Dus ook daaruit kun ik weer putten. Ja. Minister, ik ga ervan uit dat u al een analyse gemaakt heeft van wat de beste oplossing zou kunnen zijn. Zou u dat met ons kunnen delen? Over dat van wateroverlast? Nee, dat is, die ontwatering is geen rocket science. Kijk, we hebben gewoon een probleem dat we laag zitten. Ja. Dus als het regent, minste geringste regen, loopt alles onder water. Er is een structureel probleem dat heel veel rioleringen kapot zijn, achterhaald zijn en sommige gebieden kennen geen riolering. Ik geef een voorbeeld. De Kwartaweg kent geen riolering. Een leuk voorbeeld waar alle rioleringen kapot zijn is Kernkamweg, die hele omgeving. Alles is kapot. Daarom zie je dat de structuur onder water loopt. Sommige gebieden liggen in een kom. Wintiwai bijvoorbeeld ligt in een kom. Noord ligt in een kom, maar eigenlijk wel dicht bij de rivier. Je hebt daar gewoon nieuwe pompen nodig. Met grotere capaciteit, want de regens zijn veel. En die moeten het water gewoon snel uitpompen. Dus het is geen rocket science. Maar het is geen $1 miljoen. Ook geen 10 miljoen. Of 20 miljoen. Dat is wel wat mijn begroting zegt.
Ik heb uitgerekend voor het meest urgente in heel Suriname om die problemen die we hebben. En heb ik de dijklichamen niet eens meegenomen. Wat heb ik niet meegenomen? Is $350 miljoen. Ik zoek naar $350 miljoen. Om, dus... om ontwatering urgent op te lossen. Het Korps Politie Suriname is momenteel in de startblokken voor het défilé en de parade in verband met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid op 25 november aanstaande. In gesprek met de communicatiedienst Suriname gaat Milton Kensmiel, inspecteur van politie derde klasse, in op de voorbereidingen van de politiemacht. Hij spreekt van een nieuwe uitdaging voor dit jaar. Het ligt in de bedoeling de situatie tijdens het grote moment in november 1975 na te bootsen. Tot op dit moment met alle beperkingen opgelegd of niet opgelegd, de voorbereidingen die lopen goed. De bereidwilligheid van de deelnemers, de ter beschikking gestelde beperkte middelen. Voor ons is van belang hoezeer het land in een bepaalde crisis zit, zullen wij van de politie, maar ik weet ook het Nationaal Leger, als ook het Korps Penitentiaire Ambtenarij, de brandweer, de douane, de BBS, ja, die zullen hun beste beetje voortzetten om er het beste van te maken. Dat getuigt van staatsmanschap, liefde hebben voor het land. Het zal lukken om er iets boys van te maken. Onder het vaandel van het Korps Politie Suriname lopen mee het Korps Brandweer, de dienst BBS en het Korps Douaneambtenaren. Als zelfstandige entiteit tegenwoordig ook het Korps Penitentiaire Ambtenarij, want ze hebben tegenwoordig hun eigen vaandel. En als sterke boys tussen het geheel, ze zijn allemaal sterk hoor, maar zij zijn belast met de beveiliging van de landsgrenzen, het Nationaal Leger. Deze diensten die zijn allemaal verantwoordelijk voor de parade, voor de uitvoering van die opdracht, die inhoud, deelnemen aan de parade en het défilé daaraan gekoppeld. Ieder die een bijdrage te leveren heeft, die zal zich moeten inspannen, luisteren en correct uitvoeren van de commando's. Het maakt deze diensten of de uitvoerders niet uit wie er zit als president. Dat is voor ons niet van belang. Van belang is dat al deze diensten in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen, dat ze ook deze opdracht correct zullen moeten uitvoeren. Wat dit jaar anders zal zijn, is dat de situatie van de onafhankelijkheid, dat die situatie dit jaar na bijkans 45 jaar zullen herhalen. Ik was toen nauwelijks 6, 7 jaar oud, dus ik kan er bitter weinig over vertellen. Ja, en zoals ik eerder aangeef in het gesprek, ik heb niet voldoende getracht één oud politiehoofdinspecteur te contacten. Dat is meneer gepensioneerd hoofdinspecteur Albert Hunte. Want die man is een kei op dit stuk. Ja, als ik die informatie hard van hem had gekregen, dan had ik dat zo vrijelijk kunnen delen. Ik heb het wel begrepen van andere ouderen, maar ik weet, Hunte is een guru van mij. Dus als ik het van hem hoor, dan stek ik helemaal goed. Ik weet in ieder geval dat dit jaar in steden van de Aronstraat, dat het geheel aangetreden zal staan op het Kerkplein. Dat is anders voor alle eenheden. We zijn professionals. En ook dit stukje gaan wij naar tevredenheid van deze parade-inspecteur, de huidige president, gaan wij ook deze opdracht
correct uitvoeren. Een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft vorige week onder leiding van minister Gracia Emmanuel een bezoek gebracht aan boven Tapanahoni. Bij deze gelegenheid werden er kroetoes belegd bij de dorpsgemeenschappen van Stoelmans Eiland, Tritabiki, Kodoholo en Apetina. Het grondrechtenvraagstuk kwam daarbij nadrukkelijk aan de orde. Minister Emmanuel benadrukte dat de regering er alles aan zal doen om dit probleem tot het verleden te doen behoren. Volgens de bewindsvrouw kunnen de binnenlandbewoners op een duurzame en structurele manier aan hun economische en maatschappelijke ontwikkeling werken wanneer zij meer rechtszekerheid hebben. Tijdens het overleg te Kodoholo werd de deplorabele staat waarin het gebouw van de basisschool verkeert aan de orde gesteld. Het gebouw is dringend aan renovatie toe. Minister Emmanuel zal deze kwestie met haar collega van onderwijs bespreken. Op Apetina hebben de dorpsbewoners hun sociale problemen aan de bewindsvrouw voorgehouden en een petitie aangeboden. Staande de vergadering heeft minister Emmanuel de door de bewoners aangekaarte problemen gerapporteerd aan de Raad van Ministers, die op dat moment in vergadering was in Paramaribo. Om de noden enigszins te helpen verlichten, heeft de bewindsvrouw enkele schoolpakketten en sportmateriaal overhandigd aan de schoolgaanden van boven Tapanahoni. COVID-19 is een zeer ernstig virus met grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom van belang om hiertegen een sterke weerstand op te bouwen. De besmettelijkheid van het virus gaat vrij snel en eenmaal besmet kan COVID-19 het lichaam aftakelen bij een zwak immuunsysteem. Wij moeten daarom voorkomen dat we geïnfecteerd raken met dit virus dat sedert eind 2019 nieuw is in de wereld. Om besmetting te voorkomen dienen wij erop te letten hoe wij met elkaar omgaan. Wees elkaar niet onaangenaam, maar stimuleer de ander de Mohana-protocollen strikt op te volgen. Het risico om besmet te raken hangt af van de wijze waarop we ons gedragen. Daarbij telt ook of wij de hygiënevoorschriften en COVID-19-maatregelen in acht nemen. De beperkingen kunnen als onprettig overkomen, maar het voornaamste doel is om ongecontroleerde verspreiding te voorkomen. Dus het geldt nog steeds dat u zoveel mogelijk thuis beleeft. Moet u toch uit huis, doe dan een mond- en neusbedekking op. Reinig uw handen en houd afstand. En gotika spoiti. Kijkers, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.